interieurstylist. Dus ik ben er eigenlijk de hele dag mee bezig. Al mijn geld ging uit naar een mooie kaars. Terwijl ik misschien beter een bloem had kunnen kopen of iets anders leuks. En wie was jouw grootste inspiratiebron? Mijn oma die heeft eigenlijk nooit heel veel budget gehad voor de interieur. Maar ze kreeg het altijd voor elkaar om van een huurwoning echt een paleis te maken. En dat heb ik heel erg van haar geleerd. Beauty te praten. Wat maakt iemand knap volgens jou? Uitstraling is heel belangrijk. Als ik iemand gewoon leuk vindt, vind ik diegene knap. Alleen maar mooie mensen om je heen. Ja. We hadden het net over je oma en je moeder, dat die zo'n inspiratiebron voor jou zijn. Wat hebben ze aan jou meegegeven op het gebied van beauty? Mijn oma draagt geen make-up. Het maakt er echt allemaal niet uit. En mijn moeder is juist heel erg van, als ik mijn nagels niet heb gedaan of ik heb mijn wenkbrauw niet geëvalueerd, dan is het meteen van. Gaat er niet het huis uit zonder make-up? Wel zonder make-up, maar altijd echt perfect verzorgd. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jij mooi vindt aan jezelf. Aan mezelf? Ik weet niet. Ik heb dagen dat ik soms gewoon in de spiegel kijk en denk, oh, best wel flieky. En soms niet zo flieky. Ik heb een tijdje gehad dat ik een beetje onzeker was over mijn neus. Ik heb een ongeluk gehad en hij was echt op vier plekken gebroken. En hij stond echt met een soort van U-bocht. Ik keek je de hoek om. En ik heb hem laatst recht laten zetten. En nu staat hij weer recht. Dus ik ben gewoon. Dus heb je neus terug? Ik heb neus terug. Het is iets heel kleins. En maar mensen zagen het waarschijnlijk niet. Maar ik zie dat wel. We zijn nu in je badkamer. En die is echt waanzinnig trouwens. Helemaal verliefd op. Welke producten staan allemaal op jouw shelfie? Ten Luxe. Kan niet zonder. Ja. Al helemaal omdat het is ook door mijn ongeluk niet in de zon mag. Ja. Dus ik heb gewoon al een half jaar helemaal geen zon gezien. En deze zomer heeft Ten Luxe me echt uit de brand geholpen. Want deze meng je met je dagcrème en dan ja. Ben je heel fresh. Je mengt met, ja, ik meng me met een nachtcrème. Oké. Okay. Hij ruikt wel een beetje en ik vind hem een beetje trekken. Mm-hmm. En ik vind het lekker s'nachts. Nivea. Ja. Oh ja, het is wel lekker. Echt een beetje guilty pleasure. Ik weet dat het niet helemaal goed is Nivea. In zitten, maar ik kan niet zonder en er is niet een betere. En als afsluiter ben ik heel benieuwd wat jouw beauty secret is. Mijn ouders wonen in Barcelona en toen kwam ik dus bij dit. En het ruikt echt mega lekker en het is een soort van olie. Het is net een beetje dikker, maar als je daar een beetje van in doet als je het hebt gewassen, dan ruikt het echt dagen lekker en is het meteen niet meer pluizig. Ik heb er ook een masker van. Ik moet het eigenlijk even pakken, staat in de douche. Dit is een haarmasker en ik doe het in als conditioner. Dus ik gebruik geen conditioner, maar een haarmasker. Ik hoef het in ieder geval niet meer te vullen daarna. Dame, nogmaals ontzettend bedankt. Wil jij weten welke producten er op Dame haar shelfie staan? Ga dan naar weareeats.com.